Hallo mannen van Nederland en natuurlijk de dames die stiekem meekijken, welkom. In samenwerking met Oliver Mann en restaurant Bijt Mark Alkmaar brengen we deze serie quarantaine recepten. Recepten die eenvoudig te maken zijn met producten die jullie al gehamsterd hebben of eenvoudig bij de supermarkt te koop zijn. Deze keer een heel eenvoudig recept wat zelfs te maken is door de meest onhandige mannen onder ons. Een recept waar je echt de blitz mee kan maken. Het kan eenvoudig niet verkeerd gaan. Geen enge keukenmachines en zelfs geen mes komt eraan te pas. We gaan tiramisu maken. Wat hebben we nodig? 2 bakjes mascarpone van 250 gram. 2 zakjes vanillesuiker. 150 gram witte bastardsuiker. 4 gescheiden eidooiers. Ga ik zo even voordoen. Een pak lange vingers. Een kop sterke koffie, koud. En een pak cacao poeder. Ik maak hem deze keer met café Marrakesh. Maar je kan ook een andere koffielikeur gebruiken. Verder hebben we nodig een mengkom met een garde. En een schaal om de tiramisu in te doen. We doen eerst de koude koffie. De koude koffie en een goede scheut Marrakesh. Er mag best wel wat in. Als je geen alcohol in je dessert wil hebben, dan hoef je dat ook niet te doen. Je kan ook alleen de koffie pakken. Maar ik vind het natuurlijk altijd wel lekker. Dan beginnen we. De schaal gaan we beleggen. Met de lange vingers. Dat doen we met de suikerrand naar beneden. Dan doen we hem helemaal beleggen. De suikerrand naar beneden, omdat dat het laatste knapperige is. Zodat, dan heb je nog een klein beetje een bite in je tiramisu. Zo. Daar doen we dan half van onze koffie prut bij. Hoeft niet te vochtig, want we gaan namelijk natuurlijk nog meer vloeibare spullen toevoegen. Dat doen we nog een keer voor een tweede rij. En dan gebruiken we de andere helft van het koffiemengsel. Zo. Nou, gaan we deze ook een beetje. Het wordt lekker opgenomen in de lange vingers. Zo, voilà, het gaat er toch helemaal in. Van de eieren gebruiken we alleen de eidooier. Een eidooier scheiden, dat is heel eenvoudig. Je bleekt het ei. En dan laat je het eiwit weg vloeien, dat kan je opvangen. Om er later eventueel macarons mee te maken. Maar dat is voor de volgende cursus. Nu gooien we alles bij elkaar. De suiker. De vanillesuiker.
En de mascarpone. Ja, u ziet, ik ben zelf ook een klein beetje onhandig, maar dit gaan we even goed mengen. We doen het niet met een machine, want dan wordt hij te vochtig. Dat doen we even met een gaar. Alles even. Goed mengen, dat het een egale massa wordt. Dat zo de eidooiers, suiker en de vanillesuiker helemaal door de mascarpone heen zitten. En dan gaan we hem storten. Alles erop. Even mooi verdelen. Zo. Ik kan hem even zo aanstampen. Dan gaan we de cacao in een zeef doen. Hop. Zie je? Oh jongens, wat wordt dit lekker. En kijk eens. Een heerlijke tiramisu. Zet de tiramisu 4 uur in de koelkast. Ik zeg 4 uur, maar eigenlijk is die morgen op zijn best. Dan is alles lekker ingetrokken. En dan is die ook iets opgestreven. Zo, dit was deel 2 van de quarantaine recepten. De volgende keer, omdat het mooi weer wordt dit weekend, dan zullen de barbecues wel uit de kast getrokken worden. Gaan we Indische satéetjes maken van de barbecue met een lekkere pittige pindasaus. Stay safe en pas op elkaar. Tot de volgende keer.